verrassende gast hier in Brussel, Raffaele. Hoe ben jij hier terechtgekomen op het Roemeense feest? Wel, ik heb een Roemeniën hitje gehad met Una Notte Magica ooit. En daarna heb ik meegedaan met Golden Stack in 2009. En daar heb ik het nummer van Holograph gezongen, Dincolo de Nori, waar zij mee Eurovisie Songfestival meegedaan hebben, denk ik, heel lang geleden. En ja, uiteindelijk hebben ze mij gevraagd om dat nummer nog eens te brengen, omdat ik toch in België was als Belgische gast, een beetje de link met België. En de link tussen Roemenië en Italië is toch ook wel vrij close, hè? Ja, het is allebei een Latijnse taal, hè. Dus Gente di Mare, natuurlijk ook van de partij zijn vandaag. En Volare, twee nummers die gelinkt zijn met Eurosong. Precies, die Gente di Mare, dat wordt eigenlijk evengoed jouw visitekaart en als dat van Tozzi ondertussen, hè? Ja, al vroeger had je in Europa had je ook bij Marina bijvoorbeeld Rocco. En in Italië was er iemand anders die Marina groot heeft gemaakt. Dus ja, waarom niet, hè? We kunnen niet allebei op dezelfde plaats tegelijkertijd zijn altijd. Dus we verdelen de dingen. Nu, die Tozzi die laat je toch niet los. Want je vorige single Eva was ook al werk van hem. Komt er nog iets van Tozzi? Ik ben nog bezig met een laatste nummertje voor mijn Nederlandstalig album te maken. En het is wel weer een van Tozzi. Hè. Dus ik heb er toch wel ergens... ik ben een grote fan van Tozzi. Altijd geweest toen ik klein was. En ja, ik denk dat toch wel meespeelt in de keuze van mijn nummers nu. Nooit gedacht aan een conceptalbum dan rond Tozzi? Nee, dat niet. Conceptalbums vind ik dat je moet doen als mensen dood zijn. En dat je dan daar iets rond kunt doen. Maar ik vind dat Tozzi nog lang mag leven en nog heel lang ons plezier mag brengen met optredens. Dus nog niet. Zijn nieuwe best of die ligt al lang in je platenkast al? Ik heb niet mijn platenkast, want tegenwoordig is alles met iTunes. Hè. Ja, toch even kijken naar het Songfestival in Baku. Italië is er weer bij, zoals vorig jaar. Nina Zilli, een goede keuze, denk je? Het is een redelijk onbekende zangeres, denk ik, hè? Of, in België, voor de Italianen ook. Ik denk dat de groten moeten nog even terug het animo of de animo van het festival leren kennen, voordat er een hele grote wet meedoen. Zoals Chic Sena Azores, Laura Pausini of zo, en een keer zou willen meedoen, hè? Nee? Ja, absoluut. Van Pausini gesproken, 20 mei staat ze in de Lotto Arena. Ga je kijken? Ik ben 20 mei zelf in Milaan, dus dat is helaas niet aan mij besteed. Okay, volgende keer dan alleszins bedankt. Dankjewel.